Op deze plaats in Arnhem stond eens een automatische telefooncentrale. Hij werd tegen het einde van de oorlog eerst leeggeroofd en daarna tot op de grond verwoest. Op een overgebleven Duitse bunker liet PTT na de bevrijding twee verdiepingen zetten. En in één daarvan werd een voorlopige nieuwe centrale ingericht met een capaciteit van 2000 nummers. Deze voorlopige centrale kon slechts met de hand bediend worden. En anderhalf jaar lang waren tientallen telefonisten de onmisbare schakels voor Arnhems telefoonverkeer. PTT zat intussen niet stil en installeerde in die tijd op de tweede verdieping een automatische centrale. De dag dat die in gebruik genomen werd, was tevens de laatste dag van de lokale handcentrale. Van 12 uur af was automatisch telefoneren weer mogelijk. De nieuwe centrale heeft een capaciteit van 7000 aansluitingen. Heel deze raadselachtige apparatuur wordt bestuurd door de abonnees, die met de kieschijf van hun toestel een nummer draaien en elkaar dan onbewust van de verbijsterende wirwar van draden, registers en kiezers met feilloze zekerheid kunnen bereiken. En hiermee is Arnhem weer een stap dichter bij zijn volledige herstel.